Om nog eens door te gaan op die verharding en die bouwshift, een hele belangrijke in het huidige regeerakkoord en ook in de beleidsnota's, waar eigenlijk nog niet zoveel over gezegd is, ook niet in de debatten, is dat we kijken naar die ecosysteemdiensten. Dat is ook al iets wat al heel lang in de sector bestaat. Ecosysteemdiensten. Het is dus nieuw voor in debatten, zegt u. Ja, dus het milieu verleent ons diensten, verleent de mens diensten. En één daarvan is bijvoorbeeld het vasthouden van water, is zo'n ecosysteemdienst. Maar ook het vasthouden van CO2. Bijvoorbeeld graslanden. Ik kom uit de polder aan de kust, dus onze historische poldergraslanden. Dat is ook altijd een dossier geweest waar ik mij nogal mee bezig gehouden heb. Die houden heel veel CO2 vast. Misschien zelfs meer dan bossen. Je moet komen, vinden wij, tot een systeem waar je in dit geval bijvoorbeeld de landbouwers vergoedt als zij die poldergraslanden bewaren. Want akkerland en bewaren, daarmee bedoelt u laten groeien, niet omwoelen. En onderhouden, niet scheuren, zoals we dat noemen, niet omploegen. Want akkerland, daar verlies je heel veel CO2. Ja, ja. Weiland, zeker als dat permanent weiland is, dan hou je heel veel CO2 vast. Waarom zouden we niet komen tot een Vlaamse, op Vlaams niveau, een koolstofmarkt, waar bijvoorbeeld, met certificaten, waar bijvoorbeeld bedrijven die veel uitstoot hebben, die veel vliegen, die bijvoorbeeld grote warenhuizen, die veel gebouwen verwarmen, dat die zeggen, oké, op vrijwillige basis, kijk, wij willen iets terug doen en wij gaan zo'n certificaten kopen op die Vlaamse koolstofmarkt en daarmee kan je dan diegenen vergoeden die inderdaad zorgen voor bijvoorbeeld die graslanden of voor bossen die CO2 vasthouden. En dat staat in het regeerakkoord. En als we dat kunnen uitwerken, Nederland is daar nu ook mee bezig, dan denk ik dat we daar echt iets heel concreets kunnen maken.